Salzburgring hier in Oostenrijk voor de ronde 9 en 10 van het wereldkampioenschap Tourwagens. Zelfs aan de leiding, maar toen werd ik snel ingehaald door de Chevrolets. Maar de laatste paar ronden kregen zij bandenproblemen, want je hebt hier ontzettend veel bandenslijtage. Het was heel spannend. En natuurlijk wil ik jullie de Salzburgring laten zien, dus stap maar in, want dan neem ik jullie ronde mee. Salzburgring, rechte stuk. Het is eigenlijk heel veel rechte stukken. Het zijn namelijk maar 2 chicanes en 3 bochten. Daarom is slipstreamen ontzettend belangrijk. Eerst bocht aanremmen 150 meter terug naar de tweede versnelling. Over de curbs. Nog een keer. En dan die exit. Niet te veel over het zand heen, want dan heb je geen exit. Dan loopt hij ietsjes naar beneden en dan krijgen we echt een kombocht. Daar valt hij echt de bocht in. En dan hoor je hem ook aan de voorkant hoor je de banden piepen. Terug naar 2, pats terug naar 3 en dan pak je het momentum helemaal naar buiten laten lopen. Tot randje. En dan een ontzettend lang rechtstuk die omhoog loopt. En daardoor maak je gebruik van de slipstream. Hier is het eigenlijk het slipstream ontzettend belangrijk, want dat geeft je gewoon een seconde. ...247 km/u. Dan gaan we eigenlijk naar de enige echte bocht op het circuit. Heel licht even aanremmen. Mooi tegen die binnenkant aan. Nou, je ziet het. Snelheid is in ieder geval goed. Je ziet ook goed inlopen op degene voor me. Een beetje hobbelig hier. Terug naar de derde versnelling. Hartstikke idee. En een chicane. Nog een keer binnenkant. Derde versnelling. Op naar z'n 4. Ik heb hier toch wat problemen. Je ziet dat ik een kleine correctie heb. En momenten pakken en alles weer vol gas. En hopen voor die goede slipstream. Ja, eigenlijk is het een circuit met 2 chicanes en 3 bochten.